De rechtspraak in Nederland ligt grotendeels stil. Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn dicht. Toch zijn advocaten juist nu hard aan het werk. Er is volgens Alpha Advocaten uit Almere veel vraag naar juridische bijstand. We hebben onze civiele sectie. Dat gaat om de geschillen tussen burgers onderling en ondernemers. Ja, dat blijft natuurlijk doorgaan. Juist mensen in deze moeilijke tijden vragen zich af, hoe moet het met mijn bedrijf? Hoe moet het met die contracten? Als ik iets niet kan nakomen, hoe gebeurt dat? Dus dat pakken we op en daar zit ook onze focus nu op. Ja, de strafzaken die we nog hebben, ook uit het verleden, die zittingen waar mensen niet vastzitten, die zijn allemaal opgeschort. Dus dat weten we, die komen over een tijdje dan weer. Maar nu gaat dan onze focus ook uit naar dat arbeidsrecht en huurrecht, om daar mensen goed in te helpen. Er wordt zoveel mogelijk digitaal gewerkt. Nou, wat niet kan natuurlijk is cliënten bezoeken, hè, zoals we dat vroeger veel deden. Dus we doen veel ook inderdaad met de moderne hulpmiddelen. Veel meer op de e-mail, maar dat deden we al. Hè. We hebben een geautomatiseerd systeem in het arbeidsrecht, in het huurrecht, in het contractenrecht. Dat doen we natuurlijk ook al veel per e-mail en ook in chatgroepen en op FaceTimen. Dus niet meer zo dat we allemaal hier samen aan de tafel zaten. En de cliënten kunnen we ook goed op afstand bedienen. Alleen de meest urgente strafzaken gaan door. Dat zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven. De rechtspraak blijft natuurlijk ook een cruciale element van deze maatschappij. Dat valt niet zomaar weg. We zijn allemaal wel bezig, maar alles gaat nu inderdaad per mail en veel directe contact. Maar als mensen nu vastzitten in verloop rechtenis, nog steeds in de gevangenis, ja, en ik doe een verzoek tot vrijlating, ja, dan moet dat worden behandeld. In andere zaken zijn de zittingen uitgesteld, in ieder geval tot 6 april. En we merken nu al dat die druk al toeneemt op nog wat later. Maar als mensen in voorlopig hechtenis zitten, en daar heb ik er nog een paar van die ik nog niet vrij heb gekregen, ja, dan gaan de zittingen door, dan ga je naar de rechtbank. Moet je natuurlijk wel alles in acht nemen. Mondkapje doe ik dan ook gewoon aan. En handschoenen aan. Ja, en dan gaan we toch proberen die mensen vrij te krijgen, want dat is natuurlijk wel essentieel. Alleen ja, je kunt ze minder goed bezoeken en soms laten we ze ook inderdaad niet naar de zitting komen als het Hof daar toch om verzoekt bijvoorbeeld. Ook de gesprekken met cliënten die vastzitten kunnen wat betreft advocaat Geert Imroos zoveel mogelijk telefonisch worden afgehandeld. Ja, juridisch is dat dus mogelijk. Het gaat alleen om de vertaling. Hè? Want het gaat erom dat iemand het recht heeft om bijgestaan te worden door een advocaat. En voor een verhoor dat hij bijstand moet hebben gehad. Maar dat kan natuurlijk ook telefonisch. Alleen ja, als de vergoedingen daar niet naar zijn, ja, dan moet dus een advocaat toch weer helemaal daarheen. En dan krijgt hij zijn papiertje en dient hij dat weer in. Terwijl hij natuurlijk soms telefonisch, hè, dat is ook dan afgeschermd, dat is ook vertrouwelijk. In veel zaken kan het wel. Er moet een slag gemaakt worden van papier naar digitaal. Dat kan ook voordelen hebben. Die omslag kan nu gemaakt worden. Nu zijn onze cliënten ook blij dat ze niet hoeven komen, want die willen ook zoveel mogelijk thuis zitten. Dus dan gaan zij ook veel meer daarin mee dan dat ze zeggen, nee, ik wil per se bij u langskomen en u in de ogen kijken. Dus als we met z'n allen daaraan werken, kan het best wel wat de oplossingen ook voor de toekomst zijn om alles makkelijker te laten lopen.